goed ontvangen en ik hoop dat jij daar in goede gezondheid verkeert. Ik neem de pen ter hand om u te laten weten dat, liefste Petrus, ik heb uw bericht goed ontvangen en ik hoop dat jij daar in goede gezondheid verkeert. Ik neem de pen ter hand om u te laten weten dat, Ik zie haar nog altijd voor mij, een kleedje aan, met pofmouwkes en een kanten kraagje. Ze zei dat ze nu meid speelde bij een rijke stadsmadam en dat ze speciaal naar de kermis was gekomen omdat ze mij daar zo halflinks verwachtte. Je ziet dat ik nog wist wat ze beloofd had. Hè? Ja, maar zij wist het ook nog, hè. Mm. Hoe oud werd jij? 16 jaar. Ga me toch niet vertellen dat jij nog niet met seks bezig werd. Werd toch een beetje tijd ook. Werd waarschijnlijk nog maagd, of niet? Zijn dingen die er niet te pas komen. Allee. En dan komt er ineens zo'n losse langs van de stad. Een meisje dat in de puree zit, die heeft u hulp nodig. Ja, ze is een makkelijke prooi, Petrus. Daarbij, ze gaat toch al met iedereen mee, moet ze niet moeilijk doen. Voor wat wordt wat, je weet hoe dat gaat. De zomer van 15... was het zover. De elektrieke draad. Over heel de Hollandse grens. De dodendraad. De dodendraad. Ja. Maar we wisten van niets toen. En in het begin zat er nog geen elektriek op. Ik kon gewoon de draad passeren. Maar op een goede dag was het zover. Zat er wel stroom op en ik had dat gezien. Er hing een kat aan de onderste draad, helemaal zwart geblakerd. Ik zei, godverdomme smout. Petrus, een vuile smeerlap, geen moordenaar. Dries, ja. Het was Dries. Ik zei, Dries, je moest zo niet roepen, jongen, want straks gaan ze beginnen schieten. Ik heb een grote schieter, dan maak ik je kapot, zeg.